Nou, goedemiddag, mijn naam is Victor Maar. Ik wil allereerst hartelijk bedanken, Tina, voor vandaag. Het was echt geweldig. Een warme welkom in het museum. En ik hoop dat wij in de toekomst kunnen projecten doen om kunst, via kunst, onze stem te laten horen. En ook bedankt, meneer Wafa, voor zo'n gelegenheid. Ik begin zo dus met de geschiedenis van kunst in Afghanistan, eigenlijk moderne kunst. Moet ik dat noemen? Nou, Afghanistan is een heel oud land. We hebben zo rond 5000 jaar geschreven geschiedenis. En kunst in Afghanistan was altijd aanwezig, en, maar op een andere manier. We hebben natuurlijk Griekse invloeden, we hebben ook Romeinse invloeden in Afghanistan. Want Afghanistan is eigenlijk een hele belangrijke route geweest naar hele oosten. Vanaf de tijd van Alexander de Groot begin, hij probeerde Bactria is de huidige Afghanistan te veroveren. En via Bactria probeerde hij naar India te gaan. Het is een deel gelukt, maar een deel, eerlijk gezegd, Afghanen waren van begin aan strijders. Die wilden niet onder bezetting van een systeem komen. En dus ze hebben ook tegen Alexander de Groot gevochten. En daarna, maak ik het heel kort, kwam islam. Islam heeft ook Afghanistan een deel overgenomen, maar de andere deel van Afghanistan was na 200 jaar. Dat was 200 jaar dat islam van één deel naar het andere deel van Afghanistan moet gaan. Dus zo mensen waren geneigd om hun eigen cultuur te bewaren. En daarna Chinggis Khan, jullie zijn bekend met de naam Chinggis Khan. Hij kwam en hij heeft hele grote verandering gebracht. Hij heeft eigenlijk de cultuur die Afghanen hadden vernietigd. Dat is ook een onderdeel van de geschiedenis, maar ik ga heel kort verder. Daarna kwamen de Engelsen. Wij hadden 3 oorlogen met Engelsen. En de laatste oorlog was door Amanullah Khan in 1919. Gebeurd en Afghanen hebben gewonnen en Afghanistan was dus in totaal bevrijd. En daarna gaan we heel snel naar de Sovjet-Unie, die kwam ook even Afghanistan bezoeken. En die 10 jaar dat de Sovjet-Unie daar aanwezig was, daar waren ook grote veranderingen. En daarna kwamen we naar Amerikanen, dus ja, Afghanistan was aantrekkelijk voor bijna iedereen. Grote machten die willen toch even in Afghanistan zijn. Wij gaan niet heel diep in de geschiedenis. Daar heb ik even kort de geschiedenis erbij gehaald om een beetje idee te geven over Afghanistan, over de kunst in Afghanistan. De invloeden van Grieken, van Romeinen, van islam, van Chinggis Khan en van Russen, van Engelsen, van Amerikanen. Daar heb ik een totaal zo'n presentatie gemaakt. Ik weet niet of het goed te zien is, maar Afghanistan, we hebben daar eigenlijk verschillende fases van kunst gehad. We hebben oud kunst, dat is wel bekend. Maar na die periode, de populairste kunst in Afghanistan was miniatuur. Miniatuur is kunst, eigenlijk juist kunstwerken of schilderijen zonder perspectief. Dus jij ziet de belangrijkste mensen de grootst. En de andere mensen zie je klein. Dus daar wordt de perspectief niet belangrijk voor. Dus het belangrijkste is de persoon die daar is. Dat is het belangrijkste. Maar toen kwam een grote verandering. En de grote verandering in de kunst
geschiedenis van Afghanistan, of de moderne, de geschiedenis van moderne kunst van Afghanistan gebeuren nadat Amanullah Khan heeft Afghanistan bevrijd van Engeland. Dus Afghanistan was dus erkend als een land. En Amanullah Khan was iemand die heel graag wilde Afghanistan wederopbouwen. Afghanistan moet gemoderniseerd worden. Afghanistan moet veranderd worden. Van die honderden of duizenden jaren heen moet Afghanistan eigenlijk, zeg maar, up-to-date worden. Dat heeft hij ook geprobeerd. Daar had hij ook grote successen. Hij heeft getalenteerde jonge vrouwen en jonge mannen naar verschillende landen, vooral naar Europa gestuurd, om hier in Europa en de beste universiteit te studeren en terug te keren naar Afghanistan om daar het land weer te opbouwen en het land te up-to-daten. Dat is ook gebeurd. Hij had zeker ook heel veel vijanden daarmee gecreëerd. Hè. Daar waren extremistische ideeën de religieuze kant van de Afghaanse bevolking die daar tegen waren. En die hebben altijd geprobeerd om dat de proces te blokkeren. Maar mede dank Amanullah Khan hebben wij dan ook in de moderne kunstgeschiedenis veel veranderingen. Hij heeft twee hele belangrijke en getalenteerde mensen, professor Ghulam Mahmadi Maimonegi, en misschien Afghanen zijn wel bekend met zijn naam. Professor Ghulam Mahmadi Maimonegi was een jonge, getalenteerde kunstenaar. Hij was een multi-getalenteerd persoon. Hij is naar Duitsland gestuurd om daar de kunst op het manier van Europese systemen te bestuderen en terug te komen naar Afghanistan om dit te promoten. En dat heeft hij ook gedaan. Na zijn studie is hij teruggekeerd naar Afghanistan en hij heeft Sanaï-school, dat was een school waar kunstenaars kunnen een moderne manier van kunst leren. Hè? Niet meer de oude traditionele miniaturische kunst, hè? Zonder perspectief, maar kunst met perspectief. Hè? Dus iets ver weg is, die is klein, iets dichtbij is, die is groot. Hè? Niet meer bijvoorbeeld de belangrijkste persoon, die moet groot zijn, maar het perspectief. Ja, dat was heel belangrijk. En daar had hij ook grote succes gehad. En de tweede persoon was professor Abdul Ghafoor Breshna. En jullie zijn zeker bekend met de naam van Breshna. Hij was ook getalenteerde persoon. Hij was ook muzikant. Hij was eigenlijk echt. Hij had heel veel talenten. En Amanullah Khan heeft hem gevraagd om naar Duitsland te gaan. Om daar medicijnen te studeren. Maar hij zei van, wil jij een hele slechte dokter of wil jij een hele goede kunstenaar? Goed, hij heeft de kans gekregen om in Duitsland de echte moderne versie van, ja, dat is heel slecht te zien, maar de echte moderne versie, de impressionistisch, de expressionistisch, abstracte kunst. En kunst, dat het niet alleen maar in een atelier moet gebeuren, maar buiten. Ja, hij heeft mensen in Afghanistan, of jonge talenten in Afghanistan, geïnspireerd om met het doek en met verf naar buiten te gaan. En gewoon onder natuur te schilderen of de dingen die gebeuren te maken. Bijvoorbeeld, hij heeft hier de hele belangrijke markt in Afghanistan zelf geschilderd. Hè. Hij is zelf dus met het doek en verf naar buiten gegaan om als voorbeeld te doen. En dus die twee
mensen, Olam HaMoed HaMemenegi en Bereshna, die zijn eigenlijk de vaders van moderne kunst in Afghanistan. En die twee kunstenaars hebben dus heel veel andere kunstenaars geïnspireerd en opgeleid om de kunstscene in Afghanistan te veranderen. En dat is ook gebeurd. In de jaren 50, kwamen Russische invloeden of de Sovjet-Unie invloeden in Afghanistan. Want die waren dus ook bezig om naar de warme wateren te makkelijker te gaan. Dus met allerlei manieren probeerden ze dat te bereiken. En ze hebben dus ook via kunst in Afghanistan dat geprobeerd. Nou, wij weten dat de Sovjet-Unie, hè, die waren meer gericht op revolutionaire posters, felle kleuren, niet meer echt impressionistisch of andere fases van kunst, maar echt posters creëren, echt, hoe noem je dat, echt revolutie promoten. Hè? En dat hebben ze dus ook, in die periode is dus ook een faculteit gesticht in Kabul. En dat was met financiële steun van Sovjet-Unie. En daar waren eigenlijk de meeste belangrijke lessen over kunst waren. Felle kleuren, meer revolutionaire kunst, zeg maar. En we hebben dan hier ook wat voorbeelden. Wil je een beetje zien? Misschien je op laptop zo gebruiken, dan is het een scherm, is veel beter dan een scherm. Ja? Of op presentatiemodus. Ja, presentatiemodus. Is dat beter? Okay, dus in die periode gingen jonge kunstenaars die ook geïnteresseerd waren in communisme of socialisme, die wilden graag ook verandering in kunst. En het was ook een soort nieuw, en als een kunst nieuw trekt aandacht van jonge mensen. En die probeerden dat ook te doen. Ik moet het even weer zelf dus dat heeft ook grote verandering gebracht. En trouwens in die periode en ook daarna zijn ook veel jonge mensen naar de Sovjet-Unie gestuurd om daar te studeren in alle richtingen, maar ook in kunst. En daar hebben we ook heel veel voorbeelden daarvan. En een van de voorbeelden is deze meneer, maar de Boeddha-beelden, daar kom ik zo. Maar Dr. Yusuf Al-Safi, hij is ook eigenlijk een redder geweest in de kunstgeschiedenis van Afghanistan. Hij heeft ook in Rusland gestudeerd, maar op een hele totale andere manier, meer landschap en realisme. Maar wat hij heeft gedaan, in 94 was Kabul, of 95 was Kabul overgenomen door Taliban. En wij hadden dus werken van de twee grote kunstenaars, maar niet alleen van hen, maar ook andere kunstenaars in onze Nationale Galerie. En de Taliban zijn daar naartoe gegaan en ze hebben een paar werken met portretten vernietigd. En gelukkig, mede dank dokter Al-Safi, hij heeft de kunstwerken van de klassiekers hergeschilderd. Via aquarel. Hè? Dus in kunstwerken waar figuren te zien waren, heeft hij overgeschilderd en heeft hij de figuren gewoon met acrylverf bedekt. Dat Taliban konden de figuren niet zien. Maar als ze de figuren hadden gezien, dan moesten, dat was tegen hun ideologie. En daardoor heeft hij tientallen kunstwerken van Bereshna en Memenegi en Kochi en alle belangrijkste kunstenaars gered.
En nadat de Taliban weg waren, heeft hij weer de aquarielverf weggehaald en waren de kunstwerken dus nog steeds niet beschadigd. Maar met de komst van de eerste periode van Taliban gebeurden verschrikkelijke dingen. En jullie herinneren dat de opblazing van twee Boeddha-beelden. En dat was zo afschuwelijk dat de hele wereld stond te schokken. En het was verschrikkelijk gebeurtenis. Maar dat was een soort... een voorbeeld dat hier in dit land, in Afghanistan, zijn bepaalde kunstwerkvormen niet welkom. Dus dat was een tijd stilte in de kunstwereld. Hè. Muziek, film en ook allerlei andere soorten kunsten waren verboden. Enige kunst wat het was wel toegestaan was calligrafie, khatati. En dat is een manier dat jij de teksten van Koran of allerlei dingen kan dat was de enige manier, gewoon op de muur schrijven of dat was de enige manier dat het nog kon. Of landschappen maken, landschappen, bloemen, dat was ook geen. Maar daarna was uiteindelijk de 11 september was gebeurd en toen was de hele wereld wakker geschud en ze hebben dus met name onder de leiding van Amerika Afghanistan binnengevallen en Taliban waren weg, nieuwe regering was gecreëerd, maar helaas de nieuwe regering waren ook mensen die meestal corrupt waren en het was niet zo'n systeem, maar goed, wij gaan meer over kunst vertellen. Na 2001 gebeurde eigenlijk verschrikkelijk veel positief in het kunstsysteem van Afghanistan. Ineens, je mocht alles, je mag gewoon alles creëren wat je wil. En daar waren ook heel veel initiatieven, heel veel landen die deden mee. Zelfs was Afghanistan een keertje in documenta 13, de topic. Hè? En ook andere zo'n gelegenheden waren geïnteresseerd in Afghanistan. En daar waren ook veel kunstenaars naar Afghanistan gegaan om ideeën op te doen of om kunstenaars bij te staan. En vooral... video en fotografie was heel populair, want dat was het makkelijkst. Hè? Voor schilderen of voor beeldhouder, voor anderen heb je heel veel materiaal nodig. Maar voor fotografie heb je alleen maar een cameraatje nodig, dat zet. Dus dat was heel populair, dus heel veel Afghaanse kunstenaars of journalisten gingen dus foto's maken, prachtige foto's creëren. En dat was ook een periode dat echt Afghaanse kunst was een beetje op weg naar internationalisering, naar dat landen herkenden ook dat Afghaanse kunst bestaat. In hetzelfde periode van 2009 tot en met eigenlijk nu, omdat ik bij het Van Abbe Museum werk, heb ik ook daar een project geïnitieerd. En het project was Afghan Research Project. En onze aandacht was meer om een soort brug te mogen zijn tussen Eindhoven en Afghanistan. En dat hebben we ook bereikt. We hebben in die periode contact met honderden kunstenaars in verschillende steden. We hebben Skype-seminars georganiseerd en Skype-seminars dat waren sessies van lessen voor Afghaanse kunstenaars in verschillende steden.
En we hebben ook in het Van Abbe Museum tentoonstellingen gehouden voor Afghaanse kunstenaars die diaspora waren, die waren eigenlijk in Europa beland. Dus we hebben daar ook aandacht aan besteden. Maar we hebben ook in het Van Abbe Museum een robot die van ver weg kan bediend worden. Dus Afghaanse kunstenaars zaten in Afghanistan en vanuit daar konden ze bijvoorbeeld met mij meelopen in het Van Abbe Museum. Dat was ook technologie dat het makkelijk maakte. En we hebben dus ook tentoonstellingen georganiseerd buiten Van Abbe Museum. De grootste voorbeeld was in Brussel. En dat was ook meer geboren hier, in deze zaal. Meneer Gadrachev. Er was een gelegenheid, wij waren uitgenodigd en de Afghaanse ambassadeur was ook uitgenodigd. En wij waren bij meneer Ghadr Geel en toen hadden wij de vraag aan meneer de ambassadeur gesteld van kunnen wij een tentoonstelling voor Afghaanse diaspora kunstenaars hier mogelijk maken. En dat is ook gebeurd en dat was eerste hommage to Afghanistan tentoonstelling. En dat was in het Europese parlement in Brussel. En dat was zo bijzonder dat zelf de culturele hoofd van het Europese parlement kwam ons speciaal bedanken daarvoor. Want ze zag Afghanistan altijd totaal op een andere manier. En nu hebben ze Afghanistan van een ander perspectief gezien. Door de ogen van kunstenaars. En dat was heel bijzonder. En wij waren ook van plan om de hommage to Afghanistan verder te organiseren, maar helaas door corona was dat niet gelukt. Maar wij zijn nog steeds van plan om dat te doen. Maar nu gaan we eventjes naar de gebeurtenis afgelopen augustus 2021. De boel is totaal weer overgedragen aan Taliban. En Taliban zijn hetzelfde Taliban van de jaren 90. Die zijn niet veranderd. Dus de grootste schade die veroorzaken is voor kunst, publiciteit, activisme. En daardoor zijn ook veel kunstenaars uit Afghanistan weggegaan. En wij zijn ook dus met een project bezig om kunstenaars uit Afghanistan te halen. En dat doen wij samen met het ministerie van Buitenlandse Zaken van Duitsland. En wat hebben ze dan meteen met binnenkomst in Kabul gedaan? Dat ze hebben de wandschilderij, is het te zien? Die door de jaren heen door kunstenaars waren gemaakt, meteen vernietigen. Ze zijn ook bij bepaalde kunstenaars, die echt kritische kunst maakten, zijn ze naar binnen gegaan. Kunstenaars waren gearresteerd, hun kunstwerken werden vernietigd. En niet alleen kunst, ik heb het over kunst, maar muziek heeft het ook te lijden onder het Taliban-systeem. Dus, dit zijn foto's van een muziekschool in Kabul. Dat ze daar binnen naartoe zijn gegaan en ze hebben alle muziekinstrumenten vernietigd. En ze hebben tegen die muzikanten gezegd van, jullie moeten een andere beroep zoeken. Ga gewoon fruit verkopen of gewoon iets anders. Ja, dat was... Ja, de deal tussen Amerikanen en Taliban, dat komt nou pas, wordt het duidelijk wat de deal was. Hè? Dat Amerikanen hebben alles aan Taliban overgedragen en zeggen zelf, niet alleen Amerika, we moeten niet alleen maar Amerika noemen, maar ook NATO en de hele wereld. En zijn ze vertrokken en de beelden kennen jullie al, dus het is afschuwelijk om te zien dat een land... zomaar wordt overgedragen aan
aan het systeem die al geproefd is een paar jaar geleden. Wij zijn nog steeds dus van plan om allerlei projecten te stimuleren in Afghanistan rondom kunst. En wij zijn in gesprek met Tina en wij gaan kijken wat kunnen wij doen. Dus zijn er vragen? Ik hoop dat ik het niet zo heel lang verhaal gehouden. Ik heb de indruk dat veel kunst in Afghanistan door mannen wordt gemaakt. Zijn er ook vrouwen die kunstenaar zijn en die... Ja, eigenlijk in die 20 jaar, vanaf 2001, zijn ook veel vrouwelijke kunstenaars actief. En die zijn nog steeds, sommige in Afghanistan, sommige zijn vervlucht naar andere landen. Maar daar zijn ook veel vrouwelijke kunstenaars. Vooral de bekendste is Lida Abdul, misschien kunnen jullie dat, Shamseh Hassani. Dat zijn eigenlijk vrouwelijke kunstenaars die nou worldwide tentoonstellingen maken. Die zijn. Gebruiken de Taliban ook een bepaalde kunstvorm als propaganda van hun eigen... Calligrafie, alleen zwart-wit, hè? Dus de muur moet wit zijn en de calligrafie moet zwart. Dat is de enige muur. Ja? Oké, goed. Dankjewel. Wordt vervolgd, hè, zoals inderdaad gezegd. We gaan, we hadden afgesproken om ook naar de grenzen situatie te kijken. Dat ga ik natuurlijk niet doen, daarvoor heb ik twee gasten waar we hiermee in gesprek gaan. Meneer Amit Dilawar Zada, spreekt het goed uit? Ja, mocht dit naar voren komen. Meneer is ondernemer in de Wondelhemstraat. Bolid Fashions, één van die. Ja. We hebben ook mevrouw Arzu Bahraman. Heb ik dat goed uitgesproken? Ja, ongeveer. Ja. Zij is arts in het UZ Gent. Mocht u al twee naast elkaar, dat is makkelijker voor mij. Ja. Voordat we beginnen aan dit gesprek, wil ik ook nog eventjes de link leggen tussen wat meneer Shafiq hier net heeft verteld en wat we hier aan het doen zijn. Zoals ik daarnet ook al vertelde, is eigenlijk dit allemaal een beetje begonnen, en we zijn er nog mee bezig, met het idee van, kijk, die Afghaanse migratie wordt heel sterk voorgesteld als iets wat nu gebeurt, hè, wat pas gelijk begonnen is. En dat is natuurlijk niet waar. Hè. Wij weten dat. Hè. Als we naar de cijfers kijken, ik zeg het, komen we uit in 1990. En dus is eigenlijk een beetje het idee van, we willen weten hoe die Afghaanse migratie verlopen is. Wij hebben in Gent een beetje het geluk dat we al een beetje weten over hoe andere migraties verlopen zijn. Denk aan Turkse migratie, denk aan de Marokkaanse migratie, Spaanse migratie en zo verder. Van de Afghaanse migratie, hoewel dat die al 30 jaar bestaat in onze stad, weten we eigenlijk bijna niets. Dat is een beetje het idee. Ja, we moeten dat toch ook weten, hoe dat verlopen is, hoe dat gebeurd is, om dan inderdaad vooruit te kunnen kijken. En ik was daarnet inderdaad met meneer Shafiq ook in het museum. En we hadden het daar ook over en ik wou dat toch eventjes duidelijk maken waarom dat, dat zo belangrijk is. En dat is omdat het idee dat migratie nieuw is, of Afghaanse migratie nieuw is, heeft natuurlijk te maken met heel ons idee over migratie als zijnde iets van nu. Iets dat geen geschiedenis heeft. En dat is absolute onzin. Ik denk dat er weinig onderzoekers zijn die dat niet zeggen. Hè. Migratie is natuurlijk een fundament van de menselijke geschiedenis. Maar zeker voor steden. Een stad, schrijf het op als je het wilt onthouden. Een stad kan niet zonder migratie. Dat kan niet. Doorheen de tijd, hoe ver dat je ook teruggaat, zelfs al gaat je terug naar de alleroudste steden, of die van nu, maakt niet uit. Geen enkele stad in de wereld kan bestaan zonder migratie. Dat is anders dan een land. Een land kan bestaan zonder migratie. Afghanistan kan bestaan zonder migratie. België kan bestaan zonder migratie. Maar een stad kan dat niet. Omdat een stad altijd een kruispunt is,
waar dan mensen elkaar inderdaad moeten ontmoeten. En daar moeten nieuwe mensen toekomen om te zorgen dat die stad zichzelf kan blijven reproduceren. Of zichzelf kan blijven, om dan inderdaad in uw richting te komen, zichzelf kan blijven ontwikkelen. Dat is zeer, zeer belangrijk. Ik denk dat iedereen het daar ondertussen ongeveer over eens is, maar toch blijven we hangen in dat idee, omdat we het zo weinig tonen. Hoe belangrijk migratie is voor onze stad. We hebben hier daarnet de burgemeester gehoord die dat inderdaad erkent. Vandaag is migratie belangrijk voor onze stad. Wat ik eigenlijk probeer te doen, is duidelijk maken dat dat niet alleen vandaag belangrijk is, maar dat dat ook vroeger al belangrijk was. Nu, ik kan daar boeken over schrijven, ik ga dat nu niet doen. Je kunt heel ver teruggaan in de tijd. Voor Gent alleen, als je kijkt naar helemaal het begin van Gent, en dan spreken we over ongeveer 2000 jaar geleden. Ja, migratie is de basis waarom dat wij hier samenkomen. Gent, de naam, heel veel mensen weten dat natuurlijk. Dat betekent samenvloeiing, een samenvloeiing van rivieren. Het komt van een ouder woord, ganda, en dat betekent samenvloeiing. Dus dat wil dat gewoon zeggen. Gent is een stad van mensen die inderdaad bij elkaar komen. Zo ver ga ik zelf niet terug. Ik begin meestal ergens in de 19e eeuw. En daar zie je dat ook heel, heel sterk. Gent wordt een textielstad. Gent wordt een industriestad. En wat zie je gebeuren, is dat mensen inderdaad naar hier trekken of naar hier getrokken worden. Eerst vanuit inderdaad Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen, dan wat verder Nederland, Frankrijk. Eindigend inderdaad bij nog verder de Middellandse Zee, Turkije, Marokko. Die migratie zit ook helemaal in diezelfde lijn. Maar daarnaast heeft Gent ook al altijd niet alleen arbeidsmigratie, economische migratie naar hier getrokken, maar ook altijd onderdak verschaft aan mensen die op de vlucht zijn geweest. Dat was al zo in de tijd dat er inderdaad van de 17e eeuw, de godsdienstoorlogen en zo verder. En dat is ook zo geweest in de 19e eeuw en dat is ook zo geweest in de 20e eeuw. Ongeveer 100 jaar geleden hebben wij hier de Spaanse Niños de la Guerra zien toekomen. Er was toen in Spanje een burgeroorlog en er zijn toen eigenlijk enorm veel kinderen uit Spanje weggehaald en die zijn hier in Gent opgevangen door Gentse gezinnen. Maar dat is maar één voorbeeld. Hè. Er zijn er zo heel veel. Onze Gentse universiteit heeft ook heel vaak onderdak geboden aan onderzoekers, aan wetenschappers die problemen hadden om in hun land onderzoek te doen. Ik denk bijvoorbeeld aan Iran, waar dat er heel veel onderzoekers ook al in het interbellum naar de Gentse universiteit zijn gekomen. Zeker ook Polen en zo verder. Hè. Dus het is niet nieuw. Het bestaat eigenlijk al heel lang. En de vraag is natuurlijk, we weten ook dat migratie bestaat en eigenlijk weten we daardoor al wat het effect is van migratie op een stad. Wat doet migratie met een stad? We moeten gewoon maar achterom kijken en we weten dat eigenlijk al. Migratie zorgt ervoor dat er ideeën bij elkaar komen. En op zich is dat iets wat dat ervoor zorgt dat er nieuwe creaties zijn, dat er nieuwe ontwikkelingen zijn, zorgt dat er vaak ook voor dat er inderdaad nieuwe ontdekkingen gebeuren, nieuwe technologie ontstaat. Dat zijn allemaal effecten die te maken, of dingen die te maken hebben met migratie. Met het feit dat er nieuwe mensen bij elkaar komen die elkaar ideeën kunnen overnemen, herontwikkelen en zo verder. Maar, en dat is hetgene waar dat we hier vandaag een beetje in vastzitten natuurlijk, die nieuwe ideeën kunnen maar gedeeld worden in de mate dat er respect is voor ieders ideeën. En dat wil zeggen, in de mate dat iedereen gezien wordt omwille van zijn eigenheid, omwille van de ideeën die hij meebrengt, omwille van inderdaad het potentieel dat daar is. En dat is iets waar dat we vandaag, denk ik, allemaal wel mee vastzitten, dat in onze stad, maar ik denk in heel veel steden, eigenlijk niet het geval is. Dat heel veel mensen niet, hoe meer dat migratie wordt geproblematiseerd, hoe minder dat we zien welke kwaliteiten, welke ideeën, welke inspiratie, welke creatie dat daar inderdaad in zit. En daarom is kunst zo belangrijk. Ik ben niet wijzig daar, maar nu is het daar niet. daarom is kunst zo belangrijk. Omdat kunst natuurlijk een veruiterlijking is van het genie, noem dat zo, of van de ideeën, of van de cultuur waar mensen zelf mee zitten. Daarom is kunst zeer belangrijk,
om de impact en ook de eigenheid duidelijk te maken. Er is natuurlijk nog een andere, en dat komt veel dichter bij mij in de buurt. En dat is namelijk het verhaal. Het verhaal van de groep, het verhaal van de gemeenschap. Het verhaal van het individu. Dat zijn ook belangrijke dingen om inderdaad te zorgen dat er een flow is van ideeën of inderdaad een samenvloeiing is. En daarover gaat het hier vanmiddag, maar gaat ook op zich heel veel projecten die ik doe, gaan eigenlijk daarover. Van dat mogelijk te maken door inderdaad dat verhaal, door die, in het geval van meneer Shafiq, dan de kunst naar boven te brengen en te zorgen dat dat ook verteld wordt. En dat is niet aan mij, voor de duidelijkheid, om dat te vertellen. Dat is inderdaad aan de mensen die het zelf beleven, die het zelf weten, om dat zelf te vertellen. Vandaar dat ik hier geen lezing ga geven of wat dan ook, maar wel twee mensen van voren heb gevraagd om inderdaad het verhaal te vertellen, of op zijn minst je eigen verhaal, van waar dat het begonnen is, in de hoop dat dat inderdaad kan inspireren. Niet alleen voor vandaag, maar ook voor morgen. Dus dat wou ik als inleiding er toch eventjes bij zeggen.